Via Cultura Weekeditie, een bonte mix van nieuws, cultuur en allerlei andere zaken die spelen in de Drechtsteden. Presentatie Gert-Jan Klemposten. Maken en meer, stek maken en meer voor wijk is een van de projecten die ik doe. Ja. Daarnaast organiseer ik muurschilderingen, vergroenen van schoolpleinen, projecten met brugwachtershuisjes. Ja, die springen wel erg in het oog, die brugwachtershuisjes. Al was het maar omdat één brugwachtershuisje ooit een vreselijke hit geworden is, dan hebben we het over brugwachter Teus. Mm-hmm. Maar er is heel veel leuks in die brugwachtershuisjes gebeurd natuurlijk. Ja, het is heel leuk om te zien dat... ik woon ook in Dordrecht. Dat je je eigen stad kan mooi maken. Mm-hmm. En dat je eigenlijk de eenzame brugwachtershuisjes weer een nieuwe functie kan geven. Ja. Ja, en daar was Teus inderdaad wel echt een bijzondere... Dat was er wel echt een hit. Hè? Daar konden we volgens mij echt niet... We kunnen daar geen afscheid van nemen. Volgens mij zit hij nu in het stadskantoor in een hokje. Maar, ja, mensen willen eigenlijk dat hij terugkomt. Ja. Ja, terwijl het is een project van Jan Stroeven. Ja, ik herinner me het. Ik heb Jan Stroeven er ook wel eens een paar keer over gesproken. Ik weet nog anekdotisch ook in het begin dat toen de brugwachter daar net zat in dat huisje en verontruste belletjes gingen van automobilisten die waren langs gereden van gaat het wel goed met die brugwachter? Ja, dat zijn zo de leuke dingen in mijn werk. En ik regel dan de financiering. En de projectplannen. De zakelijke kant, de projectplannen. Ja. Je zorgt voor het contact met de gemeente. Ja. Dat het allemaal reilt en zeilt. Muurschilderingen ben je ook bij betrokken? Ja, zeker. In de Vogelbuurt heb ik alle muurschilderingen georganiseerd. In Dubbeldam, op de Gravenhorst. Ja. Op de Vrije School bijvoorbeeld. In Krabbenhof. Er zijn twee reeën gekomen. Mm-hmm. En dat is ook meteen bij Wijk voor Wijk. Ja. Dus dat is misschien een mooi bruggetje. Ja, zeker. Die op een plek zitten die er steeds sfeervoller sowieso gaat uitzien. Ja, ik begon daar vorig jaar met het vergroenen van het plein. Mm-hmm. Eigenlijk een soort stenen vlakte waar geparkeerd werd. En door het anders neerzetten van de parkeerplaatsen hebben we meer een plein gecreëerd. Ja. Als je aan parkeerplaatsen komt, kom je aan mensen. Maar het voordeel... Heb je daar moeite mee gehad? Nou, het is officieel particuliere grond daar. Ah, oké. Okay. En de eigenaar van het gebouw, Kees van der Poel, die is ook eigenaar van het plein. Maar mensen ervaren het als openbare ruimte. Ja. En we hebben net zoveel parkeerplaatsen, alleen op een andere manier. En we hebben bijvoorbeeld ook planten bij het Witte Dorp. De sloopwoningen uit de grond kunnen scheppen. En die zijn daar weer de grond ingegaan. Ja, en de muurschilderingen bij het Witte Dorp, daar ben je ook bij betrokken dan? Of ja. 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 Want daar zijn ook... Ja, nu het nog kan. Nu het nog kan, Het zouden mensen echt even moeten gaan kijken. Ja. Ja. Ja, het leukste is om dan... Ik ga altijd eerst de wijk in om te kijken wat voor talenten en ideeën er zijn. Ja. En bijvoorbeeld, er zijn nu ook bouwdoeken gekomen op de bouwhekken van de kinderen van de mozaïekschool, mm-hmm. de Montessori-school, in de Anna Polona-straat. Dus die hebben weer schilderingen gemaakt van Anna Polona. En een andere bewoner, die had een oma, die woonde in zo'n wit huisje. En die bleek gedichten te schrijven, die oma. Dus hebben we ook een aantal gedichten op die bouwdoeken kunnen realiseren. Ja. Samen met Woonbron is dat dan gedaan. Ja, dat is mooi, want daardoor je legt de verbinding met de buurt sowieso. Ja. Tijdens die vreselijke periode van de bouw gebeurt er dan toch ook wat leuks, omdat het uitzicht in ieder geval wat fijner is. Het lijkt mij heel belangrijk voor een buurt dat dit soort projecten gewoon ook ruimte heeft. Ja, het is nu ook vooral wachten tot de sloop mag gebeuren. Mm-hmm. Er zitten vleermuizen en mussen en de ontheffing... Daarvoor, dat duurt maar. Maar wat ik heb begrepen, kunnen ze binnenkort beginnen. Maar dan zit er natuurlijk nog een sloopperiode van ongeveer een half jaar. En daarna een bouwperiode van nieuwbouw. Dus in die zin is er nog best wel een periode om echt ook iets te doen. En al die ideeën en talenten die er in de buurt zijn. Om die in te zetten om de leefbaarheid eigenlijk aan te pakken. Ja, heel mooi. En als het om wijk voor wijk gaat... Staan er nog spannende nieuwe dingen bij jullie op stapel waarvan je denkt van... dat moet heel Dordrecht even weten?
Nou, we zijn een sociale onderneming. We doen bijvoorbeeld zwerfafval prikken, maar ook tuinen van mensen aanpakken die het zelf niet meer zo goed kunnen. Maar we komen ook van allerlei materiaal tegen op straat of die mensen brengen. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot een nieuw initiatief. En daar hebben we nu een extra hal bij. Dus we breiden uit met 150 vierkante meter. Op dezelfde locatie zo'n beetje? Ja, achter de spelotheek. Dus we, ja, als je bij ons aan het plein naar binnen gaat... Ja. Kan je achterin in onze huidige werkplaats naar links. En dan kom je in die hal van 150 vierkante meter erbij. En daar is recent ook echt een professionele zaag geplaatst. Een formaatzaag. Een stukje winkel, hè, want er zijn ook mensen... We werken met dagbesteders, vrijwilligers, maar ook professionals... voor het opknappen van meubels die op straat worden gevonden of die mensen brengen. Maar we bouwen bijvoorbeeld ook insectenhotelletjes voor bedrijven. Of we hebben laatst een pop-up circulair gedaan, samen met het SOC samen en de Don Bosco school. Dat kinderen kleine meubeltjes konden opknappen. Ja, mooi is dat. Dus nou ja, dat willen we allemaal in die hal ook. Ja, heel mooi. En hergebruik is gewoon hartstikke belangrijk. Goed voor het milieu, goed voor van alles en nog wat. In een van de brugwachtershuisjes houden we met mensen van Via Cultuur ook af en toe gesprekken over hergebruik. Ja. Dus, dat is eigenlijk een soort van etalage van stek maken en meer. In de stad. Ja, dus dat werkt hartstikke leuk. Ja. Nou, het is heel goed om te horen dat dat zo lekker loopt. En dat er weer een nieuwe activiteit bij aan het komen is. Wanneer kunnen de mensen in de rij gaan staan om daar kennis mee te maken? Nou, ze mogen eerst in de rij staan om een plaat te doneren. Want we willen eigenlijk nog mensen oproepen om voor €27 een houten plaat... of voor €8 een gipsplaat te doneren. Om dit initiatief mogelijk te maken. Dus dit is een creatievere manier van crowdfunding, begrijp ik. Ja. We hebben ook via de gemeente Dordrecht... maar ook een aantal grote fondsen financiering. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld aannemer van wijnen... die hebben een partij balken gedoneerd. Ja. En die komen misschien weer klussen. En als er nou iemand hier aan het luisteren of kijken is... die denkt van, hé, ik wil best een plaat doneren. Is er een website waar hij naartoe kan om dat te regelen? Hoe gaat dat? Nou, we hebben makenenmeer.nl. Maar ook op Facebook heten wij Maken en Meer en op LinkedIn... Dus vandaag gaat dat de lucht in. Oké. Okay. En we nodigen mensen ook vooral uit om ter plekke langs te komen en te komen kijken. Als ze zeggen van nou, ik wil ook wel meehelpen met klussen. We zitten nog volop in de verbouwing. Dus we hopen dan rond december open te gaan. Ja, dus dat zit nog even een paar maandjes vooruit. Maar we kunnen onze nieuwe lop verheugen, begrijp ik. En dames en heren thuis, als u nou denkt van... Dit is een hartstikke mooi initiatief. Ik verklap u, dat is het. Ga dan ook even naar Maken en Meer en doneer zo'n plaat. Help ze op weg en draag eraan bij. En zorg dat we straks een prachtige mooie hal erbij hebben... waar hergebruik centraal staat. Ja, we roepen ook aannemers en andere bedrijven op... om wat voor hun afval is, hun restmaterialen... om met ons in gesprek te gaan van... goh. Wat kunnen we daarmee, ook in de toekomst? Want wellicht kunnen wij daar weer insectenhotels van maken. Ja, maar je hebt contact met Woonbron. Is dat nou ook zo'n organisatie die daar, omdat ze dat contact hebben, bewust ermee omgaat inmiddels, bijvoorbeeld? Nou, we hebben toen voor het Witte Dorp hebben we plantenbakken gemaakt van oude schuttingdelen die daar lagen. En dat was in opdracht van Woonbron. Ja, dat is wel mooi natuurlijk, ja. Ook een serie insectenhotels van restmaterialen. Dus... Ja. Alles om de biodiversiteit ook te bevorderen. Ja, het gaat niet alleen maar om de materialen, maar ook natuurlijk de natuur. Ja. En we willen eigenlijk het plein ook een beetje de hoek om krijgen. Het plein wat we nu aan de voorkant hebben. Als je daar de hoek om gaat, langs de muurschildering, kom je bij de ingang van de nieuwe hal. Mm-hmm. Ja, dus dat wil je gewoon mooi doortrekken. We zetten de beweging door. Hartstikke goed. Goed om te horen. Blij dat je me hebt willen bijpraten daarover.
Als het echt open gaat, stel ik voor dat je nog een keer even langskomt en dat we dan heel specifiek hebben over hoe de opening er gaat uitzien. Ja. Het lijkt me hartstikke gezellig. Succes daarmee. Ik hoop dat veel mensen dan toch ook even een plaat gaan doneren. Het lijkt me goed voor jullie. Dank je wel dat je hier was.